Goedendag. Storm Ciaran, daar zijn natuurlijk nu alle ogen op gericht. Maar het is natuurlijk ook de vraag hoe lang dat wisselvallige en onstuimige weer gaat aanhouden. Of dat we juist met wat stabieler weer te maken gaan krijgen. En daar gaan we dieper op in deze 10-daagse weersverwachting. Achter mij zien we de temperatuur op 850 hectopascal. Dat is zo'n 1,5 kilometer hoogte. En daaraan kunnen we goed zien met wat voor luchtsoort we te maken hebben. In delen van Scandinavië is het voor de tijd van het jaar al flink koud en daar viel regionaal ook al een flink pak sneeuw. Met sneeuw of dat soort perikelen hebben wij absoluut niet te maken, maar het is wel erg onstuimig en wisselvallig weer in onze omgeving. Dat zien we ook mooi terug als ik de animatie aanzet. Vanuit het westen komen continu lage drukgebieden richting onze omgeving, waardoor het erg wisselvallig is. En soms krult er ook wat koudere bovenluchten richting ons land via dat lage drukgebied. En die koudere bovenluchten die zouden wel eens kunnen gaan zorgen voor flinke neerslaghoeveelheden, voornamelijk in de kustprovincies. Maar daar kom ik zo even op terug. Als ik de GFS-animatie erbij pak, het Amerikaanse weermodel, dan zien we op dit moment mooi Ciaran hier liggen ten westen van Groot-Brittannië. Als ik de animatie aanzet, dan verplaatst Ciaran zich in de loop van donderdag richting de Noordzee. Hebben wij te maken met die zuidwestelijke stroming. Maar niet alleen wij hebben te maken met wisselvallig weer. Ook grote delen van Europa, zoals het zuiden van Frankrijk, delen van Portugal en ook een deel van de Alpen. Daar kan een flink pak sneeuw gaan vallen, lokaal tot wel een meter. En daar hebben we ook een artikel over geschreven op onze website. Dus voor meer informatie kun je daar naartoe. Ook de dagen daarna zien we dat een nieuw lage drukgebied richting ons land gaat trekken. In het weekend krijgen we daarmee te maken, wordt het opnieuw winderig. En er gaan ook weer neerslaggebieden overtrekken. Dus voorlopig houdt die westelijke stroming stand. Ook in de nieuwe week hebben we continu te maken met regenzones die onze omgeving aandoen. En dus is van stabiel herfstweer voorlopig absoluut geen sprake. Nou, eerst de storm Ciaran op donderdag. En vanaf vrijdag, dan houdt dat wisselvallige weer dus aan. En zien we voornamelijk in de kustprovincies flink wat neerslag. En dat heeft te maken met die koude bovenluchten waar ik al eerder over sprak. Door die koude bovenluchten en het nog relatief warme zeewater kunnen de buien namelijk flink wat voeding halen uit dat zeewater. Waardoor er voornamelijk in de kustregio lokaal flink wat neerslag naar beneden kan komen. Misschien wel 30, 40, misschien 50 mm regen. Het zou mij niet verbazen komend weekend. Iets verder landinwaarts zijn natuurlijk ook nog buien mogelijk, maar daar zijn ze wel een stuk minder talrijk. En daar komt de zon ook wat vaker tevoorschijn. Vrijdag wordt het dan een graad of 10. En de dagen daarna, ja, dan zien we daar eigenlijk weinig verandering in. De temperatuur ligt rond een graad of 11 à 12. Dagelijks is kans op enkele buien. Soms is de zon een beetje te zien. En de wind die blijft vaak stevig doorwaaien uit zuidwestelijke richting. Maar zo stormachtig weer als met Ciaran, dat hoeven we dan niet meer te verwachten. Zit er dan nog wel verandering aan te komen op de iets langere termijn? Er zit wel iets van verandering in de pluim. Het is nog iets te ver weg, misschien buiten die 10-daagse verwachting waar deze video voor bedoeld is. Maar toch zien we oplossingen die komen op termijn met nachtvorst. En dat duidt toch op de invloed van hoge druk. Invloed van hoge druk betekent ook dat de kans op neerslag langzaam begint af te nemen. Op dit moment zit hij vaak nog boven de 75%, maar op de iets langere termijn gaat hij toch naar 50%. Wat toch duidt op die invloed van hoge druk, misschien wat meer zon en lagere temperaturen, voornamelijk in de nachten. Het is wel nog erg onzeker, dus het is nog afwachten, maar misschien op termijn dus toch een verandering van het weertype. Nou, op de langere termijn, daar gaan we ook op terugkomen in de 30-daagse video's. Wil je dat nou echt niet missen, abonneer dan vooral op ons YouTube-kanaal. Dan mis je niks van onze explainers, weerberichten, 10-daagse video's en 30-daagse video's. En we houden je graag op de hoogte. Tot de volgende keer.